Dit is Costa Navarino, een heerlijke Griekse vakantiebestemming in het zuidwesten van de Peloponnesos. Hier vind je eindeloze stranden en het fijne mediterrane klimaat. Op een uurtje van het vliegveld Kalamata, op het vasteland van Griekenland, ligt Costa Navarino op zo'n 3 uur van Athene. Golfbaan de Dunes is de home course, meteen bij het Hotel Westin. In de schitterende tuinen rond Romanos, het tweede luxe hotel met villa's pal bij de Ionische Zee, is een waar zwembad Walhalla gecreëerd waar je lekker kunt luieren. En zwemmen natuurlijk. Costa Navarino profileert zich graag als een bestemming op zich. En daar zit zeker wat in. Bij Hotel W is buiten bar de Wet Deck een eyecatcher. De nadruk ligt op ontspanning, maar voor wie zich wil inspannen, is hier genoeg te doen. Helemaal voor golfers. De sfeervolle straatjes met talrijke restaurants, variërend van Grieks tot Italiaans en zelfs Libanees, ogen met al die gezellige terrasjes als een Grieks dorp. Iedereen kende de rijke Griekse reder Constantakopoulos, beter bekend als Captain Vasilis, die hier veel werkgelegenheid verschafte. Een golfbaan met hotel aan de baai was zijn jongensdroom. Aan zee is volop ruimte voor watersport. Zeilen, kiten en surfen op schuimende golven. Maar wij genoten vooral van het andere golven. De Bay Course loopt, zoals de naam al doet vermoeden, pal langs de baai aan zee. Ik ben hier met Nuno, de manager, golfmanager van de 4 banen hier bij Costa Navarino. Nuno, thank you for having us. Welcome. Okay, can you tell me a little about the history of these courses and which courses there are? All right, so we have 4 golf courses currently. The first one opened 12 years ago, was the Dunes course. Then we opened Bay, designed by Robert Trent Jones Jr. Okay. And then recently, just a year ago, we opened the Olympic and the Hills course just 12 months ago. Wow. So currently we have 4 golf courses, 3 clubhouses, 3 open hotels, and another 4th hotel to open in August. You yourself are from Portugal, and a lot of golfers, you know, come from all around the world to play in the Algarve. What makes this different from the courses like, for instance, in Portugal? Greece is not just about golf, as you can imagine. We have very few golf courses in Greece, so we cannot win that fight. But it's the quality of the golf, it's the quality of the hospitality, it's the quality of the food, it's the interaction with the community around. So all this together makes a very, very special place to come, and that's why we have so much repeated business. So you must be a happy man. I am a happy man. I think you can see it. You know, you can't go wrong with this. I mean, it's a really nice place. The Dunes is een ontwerp van de Duitse topgolfer Bernhard Langer. Je loopt hier tussen de villa's door en de zee is ook bij de Bay Course altijd dichtbij. The Hills, dwars door de ruige heuvels, en de International Olympic Golf Academy Course liggen naast elkaar op een kwartiertje rijden van Costa Navarino. Beide banen delen hetzelfde clubhuis met terras. Maar daar zijn we nog lang niet. Wie hier speelt, moet echt wel een balletje kunnen slaan. Want met al die plateaus, geniepig in het dal wegrollende ballen en geonduleerde greens moet je heel nauwkeurig spelen. We slaan een beetje door, maar hier ligt ook een tenniscomplex, 5 gravelbanen en de enige grastennisbaan van Griekenland. Alle 4 golfbanen bieden unieke uitzichten over zee. De Grieken plakken graag het stempel Olympisch op hun eigen merk, maar de meest recente aanwinst, de door José María Olazabal ontworpen baan, kan die kwalificatie voor die 5 ringen lachend aan. Dat was het. Het zit erop. Heerlijke dagen gehad hier in Costa Navarino. Een fantastische luxe vakantiebestemming. Als je jezelf nou wilt verwennen, weet ik wel waar je naartoe moet.